Ik lig hier bij Diana van de Wenkbrauw van Divine Clinic. Hi, goeiedag. En zij doet ook bindweefselmassages en dat is best wel heftig eigenlijk. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat. En ja, waar is dat precies goed voor? Bindweefselmassage, wat je doet is je maakt de opperhuid los van de onderhuid. Waardoor je de bloedcirculatie stimuleert. Doorbloeding is aanvoer van voedingsstoffen en afvoer van afvalstoffen. Dus als je dat, hoe ouder we worden, alles wordt trager, dus ook de doorbloeding. Dus met die bindweefselmassage, vooral in het gezicht, dan stimuleer ik die doorbloeding, waardoor je sneller je afvalstoffen gaat afvoeren. Okay. De fijne lijntjes bij mensen, vaak is dat bij de neus-lippenplooi, of hier op het voorhoofd, of de kraaienpootjes rondom de ogen. Dat ga ik dus proberen, dat heb jij dus nog niet. Maar die ga ik dus, dat probeer ik dus helemaal los te maken. Want die lijntjes, dat zijn weer verklevingen van de huid, waardoor dus doorbloeding moeilijker daar terecht kan komen. Mm-hmm. En dat is een van de oorzaken dat je met veroudering bezig bent en dat je dat gaat zien. Dus ik probeer het goed los te maken, dat daar weer de doorbloeding in komt. Doorbloeding, dat is dus ook weer voedingsstoffen komen daar. En dan ga je dus echt zien dat de huid een beetje opgeplunt is. Okay. En dat voel je ook echt. Dit is niet als ik zo meteen stop met die bindweefselmassage, dat het na een dat het dan klaar is wanneer ik stop. Nee, dat werkt nog helemaal door in de huid. Okay. Is echt heel goed. Op sommige plekken kan de bindweefsel best wel wat gevoelig zijn. Omdat je daar dus, omdat het dan wat meer verkleving heeft. Maar je hebt een intense bindweefselmassage waarvan je echt blauwe plekken kan krijgen, bloedhartstottertjes. Maar zo diep ga ik nu niet hoor. Okay. Ik doe nu een bindweefsel wat ook gewoon stimuleert, wat goed genoeg is. Niet te warm voor je? Nee. Dan is die opruit goed schoon. Dan die fruitzuren aanbrengen. Dat kan gaan prikken, branden, maar dat is voor de meest gevoelige huid. Ja, ik ben wel wat gewend. Het zijn twee stappen. De eerste stap zijn de fruitzuren. Het zijn vijf verschillende soorten fruitzuren met elkaar gemengd. Niks van alcohol zit erin. Denken sommigen wel eens, omdat hij brandt. Oh, ik voel hem echt. Nu al. Oh. Ik doe hem twee rondjes over de huid, ja? Oké. Okay. Dan haal ik hem eraf. Iets met de tweede. Oh, die is heftig, ja. Dat is wat heftig, hè? Dat is voor de meest gevoelige huid. Oké. Okay. Probeer even vol te houden. Dan haal ik hem af met stap 2. Dus om te neutraliseren. Gaat hij even heel erg branden. Uh-huh. En binnen een paar seconden neemt hij het af. Dan geeft hij in één keer een boost. Je duurt een paar seconden, had je niet goed. Dit heb je toch ook in doekjes? Ja. Is dat dezelfde als dit? Ik gebruik van Dr. Dennis Gross. Ja, van dit merk ook. Ja. En dan heb je ook die doekjes die hier bij elkaar staan. En dat is voor thuis gebruik, maar dit is natuurlijk een salon, hè? Dus je hebt de heftige. Ik dacht al, want die doekjes zijn lang niet zo heftig als dit. Nee. Kijk, nu zijn de poriën, dode huidcelletjes zijn nu verwijderd. Dus nu kan ik met die hyaluron, kan hem goed intrekken. Dus dit is hyaluron. Het is het meest vochtbindende wat er bestaat voor de huid. Om een beetje een idee te krijgen. 1 molecuul van hyaluron trekt 1000 watermoleculen aan. Vanuit de omgeving en vanuit je lichaam. Dus het is echt een waterval, een boost voor de huid. Nou, nu ga ik beginnen.
met die bindweefsel. Ik ga even vasthouden zodat jullie zien wat er gebeurt. Je knijpt eigenlijk. Ja, het is dus juist de bedoeling dat je niet knijpt, maar rollen. Je moet hem echt losrollen. Kijk, je hebt een hele strakke huid. Jee. Maar hoe ouder je wordt, begin je dat hier in te zetten. Ja. Krijg je hier zo'n lijn, zo'n droogtelijn. Ja. En die moet je losmaken, want als je daar dus niks aan doet, zo'n lijntje wordt steeds dieper en dieper. En dat probeer ik dus met die bindweefsel los te maken, zodat er weer doorbloeding en voedingsstoffen komen. Ja. En dan wordt zo'n lijntje echt uitgeplumpt. Zometeen zal je zien dat die doorbloeding helemaal geoptimaliseerd wordt. En hoe beter de doorbloeding, hoe beter de opname van de huid. En dan is het dus weer heel goed dat je met die hyaluron werkt. Aha. Met die waterval. Het is echt een van de belangrijkste massages voor de huid. Ja? Ja. Maar kan je dit ook bij jezelf doen? Of? Ja, je weet de specifieke route die je moet rollen waarschijnlijk. Het is moeilijk hoor, bij jezelf. Maar je kan bepaalde grepen kan je meegeven aan de klant. Dat ze dat kunnen doen. Dat gaat erom dat je hem... Kijk, je mag nooit knijpen. Je moet hem proberen te rollen. En dan moet je hem, ja, met twee vingers... Ik kan ja, het, zo moet je ja, het, ja. Moet je een beetje handigheid in krijgen. Zie je, de bloeding komt nu. Ja. Wat een gek gezicht. Voor de fijne lijntjes boven op de lip. En ook al heb je geen lijntjes, is het nog steeds goed. Want dan werk je natuurlijk preventief. Ja. En waar is dit voor? Is dit het knijpen hier? Tegen te houden. Dus ik rol hem, maar ik moet ergens tegenhouden, de huid. Ah, ja. Dus ik rol dit zo naar beneden. En hier hou ik hem tegen. Okay. En dan loop ik met de onderkant. Kijk, nu wordt het wat stroever, dus ik pak een beetje bij. Anders wordt het te pijnlijker voor jou. Maar zie je, die doorbloeding komt nu op gang. Het is ook goed als je een onzuivere huid hebt. Je maakt alles los. Je stimuleert de doorbloeding. Ja. Dus ook afvalstoffen worden eerder afgevoerd. Dus het is voor heel veel goed. Ik vind het juist heel lekker voelen, dit. Ja, ik vind het ook heerlijk. Maar bewust omlaag duw je het eigenlijk. Omhoog loop ik en weer naar beneden. Omhoog. Ah, ja. Omhoog. Snap je? Het is meer omhoog. Met mijn kaak voel ik hem wel, als je hem tegenhoudt daar. Wat strakker allemaal. Ja. En je doet het naast de wenkbrauwen? Ja, ik vind het dus heel leuk om aan te bieden. Mm-hmm. Want het is niet alleen dat je natuurlijk met permanente make-up er opgepept uit kan zien. Maar het gaat natuurlijk ook om de huid. Ja. Dat is echt heel belangrijk. Ja. En met dit pep je echt de huid op. En omdat het een van de belangrijkste massages is, vind ik dat gewoon leuk om erbij te doen. Mm-hmm. In een korte behandeling als mensen daar behoefte aan hebben. Ja. Dus fruitzuur is altijd goed. En dan haal ik ook de onzuiverheden weg. Alle onzuiverheden weghalen en dan bindweefsel. Want het zijn echt van die power treatments, korte behandelingen. Waarbij je wel het belangrijkste krijgt. Je zit ook veel zenuwen, voelt ontspannend. Ik heb altijd migraine bij mijn wenkbrauwen. Dus dat is heerlijk, ja. Ja, ik doe het zelf ook als ik migraine heb, dan zit ik het ook een beetje los te masseren. Ja. Nu de andere kant. Het voelt heel gek. Ja. Het voelt echt gek als het van binnen inderdaad... Wordt echt, je voelt dat het wat aan het werk gezet wordt. Ja.
Vooral als je dan niet meer die huid aanraakt, dan voel je het door, door de tinteloof zo. Vaak doe ik ook eerst de ene kant bij iemand, wat ik bij jou heb gedaan. Ja. Want mensen die dus wel daar last van hebben, dan zie je dat het echt iets minder wordt. Niet natuurlijk dat het in één keer helemaal weg is. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Ik vind niet. Het bij mijzelf altijd wel opvallend. Vind jij dat je het zelf hebt, bedoel je? Nou ja, meer het kleurverschil of zo. Ik weet niet. Schaduw, ja. Wat erin valt. Ja, maar lijntjes heb jij nog niet, hoor. En deze behandeling, die kan je zeg maar één keer in de maand doen met die fruitzuren. Maar doe je het zonder die fruitzuren, dus dat je puur alleen voor die bindweefsel komt. Dat kan je bewijzen van iedere week doen, één keer in de week. En wat kost de behandeling? Heb je echt een feestje? En reinigen. Nee, ik zeg het verkeerd. Die is €54 met bindweefsel. En als je alleen voor de bindweefsel zou komen, betaal je €35. Ja. En dan heb je een kwartiertje bindweefsel, denk ik. Ja, 20 minuten ongeveer. Ik boek altijd wat ruimer uit, maar de behandeling is zo rond een 20 minuten. Maar ik wil gewoon kijken hoe de huid opkleurt. De een kleurt heel snel op en de ander. Dan duurt het echt best wel lang voordat hij de bloeding op gang wordt gezet. Dus het is gewoon ook een beetje kijken wat de huid doet. Ja. Kijk, hier is het bij jou strakker, hè? Oké. Nog een klein beetje hoor, ik zie hier nog. Kijk, hier zit het dus wat strakker. En dat kan vaak wat gevoeliger zijn. Maar hoe vaak je dit doet, hoe losser het wordt. Voor jou. Het is moeilijker omdat je hier op bord zit. Dus dit duw je op. Zie je, wordt rood, ja, de bloeding wordt gestimuleerd en dat is wat je moet hebben. Hebben nou klanten heel veel lijntjes, zoals hier kunnen ze dan één zo'n dikke groef hebben, dan pak ik hem zo aan. Okay. Snap je? Om dat helemaal op te duwen. Het gaat erom dat je hem helemaal losmaakt. Hier alleen als ik zo doe. Maar... Nee, alleen als je hem aanspant, ja. Maar ja, het is wel normaal dat we dat allemaal natuurlijk een beetje hebben, want mimiek moeten we wel hebben. Ja, natuurlijk. Precies. En die hyaluron is natuurlijk vochtbindend. Dus het plumpt ook weer uit hoe meer vocht erbij komt. Hydratatie. En dan gaan we het modelleren. Dat noem je zo. Zo. En dan was dit de bindweefsel. Fijn. Het is helemaal niet zo pijnlijk. Ik dacht dat het heel erg was. Ja, je kan dieper gaan, hè? Kan je een voorbeeld doen van heel diep? Zal ik het voordoen? Ja. Hoe het voelt? Let op, ik ga bouwen hem op hoor. Ja. Hij kan wel wat hebben. Maar dit doe je dan heel lang. En dat is dan op een gegeven moment. Ja, ik voel hem wel. Ja, op een gegeven moment dan ga je hem voelen. Snap je? Dan pak je hem nog dieper in het bindweefsel. Dat is wat je moet doen.
Mm-hmm. En dan krijg je blauwe plekken. Op een gegeven moment wel, als je er lang genoeg doorgaat. Maar de kunst is om niet te knijpen. Nee. Dat is belangrijk. Want knijpen, dat is heel naar. Maar dat is echt wel pijnlijk. Ja, als je dan een kwartier, nou dat is dan het hele gezicht, 20 minuten. Maar stel je voor, je bent 3 minuten zo op 1 plek bezig. Oh ja. Dan gaat hij echt, dan ga je hem echt voelen. Ja. Zal ik nu als afsluiten, omdat je nu helemaal doorbloed bent, even een lekker maskertje erop doen? Dat is goed. Vind je dat? Heb je dat? Ja, ja. Ja? Dat wordt natuurlijk nu beter opgenomen. Mm-hmm. Antioxidantenmasker, chocolademasker. Mijn meester is er overal aan. Deze wordt heel snel zoals een rubber. Oh, dat ruikt lekker. Ja. En dat is fijn, want die doorbloeding is nu gestimuleerd. Dode huidcelletjes zijn weg. Dus alles wordt nu ontzettend goed opgenomen door de huid. Ik wil dit opeten. Ja. Bij iedereen die ik dit masker aanbreng, die worden echt helemaal gek. Ja, is echt. Zo lekker. Wauw. Maar dit moet wel even indrogen en dan wordt het hard. En dan kunnen we het zo, als het goed is, 1 geheel zo eraf trekken. Zo. Mm-hmm. Laat hem even inwerken, ja? Hij is opgedroogd. Oké, dan gaan we hem nu eraf halen. Lekker rubber. Ja, ik hou van dit soort maskers. Ja. Oké. Doe ik een lekker cremmetje eroverheen. Niet te vol voor jou. Gewoon meer hydraterend alleen. Heel gek. Ik voel het zelfs nog steeds van je massage. Ja, het werkt ook echt nog gewoon nog een dag door, hoor. Ja. 2 dagen. Dat stopt niet in 1, omdat je hem best wel diep hebt gepakt met bindweefsel. Je kan het strakker, het voelt strakker aan. Ja. Dat is het. Mijn hele gezicht bewegen. Ja. Klaar? Ja, yes. Ready. Dankjewel. Alsjeblieft. Zo, ik heb een gezichtsbehandeling gehad. Heerlijk, windweefsel. Maar het voelt ook echt heel lekker.